echt. Ik vind het. Nou, zijn ze aan het spelen, die twee. Althans, Rijka wil spelen, maar Kandel die zegt, blijf op afstand. Dat is net zoiets met een lopende tent. Dat hebben we ook meegemaakt vroeger. Ja, dat was in Friesland op een camping en er was storm voorspeld. En zei mijn vader van, nou, dan leggen we ze te langs. Ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, wees weer welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag woensdag. Rebecca heeft vandaag afgebeld. Daar was ik maar wat blij om nog. Die was dus niet in orde. Ik ben niet in orde. Mijn begeleider is nog steeds niet in orde. Allemaal weer zieken. Nou, het is bij mij dus ook uitgekomen met die koortuitslag. Want het is dan, het kan vriezen en het kan dooien. Of je ontglipt de dans, laat maar zeggen. Of je wordt wel ziek. Nou ja, het is bij mij een beetje kwakkel. Ja, dat vind ik ook niet leuk. En iedere ochtend maar wakker worden met hoofdpijn. Dat is ook niet leuk. Maar ja, ik heb wel lieve diertjes waar ik heel veel van hou. Ja. En ze doen het allemaal hartstikke goed. En ze merken het gewoon dat je niet in orde bent. En dan zijn ze blijkbaar wel extra lief. Ik weet het niet. Dat kan. Maar zo geweldig. Ja, echt. Ik vind het. Nou, zijn ze aan het spelen, die twee. Althans, Rijka wil spelen, maar Kandel die zegt, blijf op afstand. Maar ja, dus we moeten nog even wat lekkers hebben. En dat komt allemaal goed. Hé? Moeten jullie wat lekkers, lieverd? Ja, hè? Lekker happie? Ja, die moeten lekker happie, zoals ik al zeg. En ik zelf bak koffie. Dus ja, komt ook allemaal wel weer goed. En het is weer grijs, grauw en triest. Maar zo te zien lijkt het minder hard te waaien. En daar gaat een stijger die kant op, en die kant op, en die kant op, die beweegt. Dus daar zijn ze mee bezig om die goed te zetten. Grappig gezegd is dat, hè? Dat is net zoiets met een lopende tent. Dat hebben we ook meegemaakt vroeger. Ja, dat was in Friesland op een camping en er was storm voorspeld. En zei mijn vader van, nou, dan leggen we ze een anker. Gewoon ankers in de grond van boten. Hij zegt, met een trof touw en dan binden ze alles gewoon vast. Nou, er waren mensen die zeiden tegen mijn vader, je spoort niet, je bent gek. Ja, nou, die mensen die dat zeiden, die stonden later te huilen, want hun caravan lag in het water. Of hun tent lag bij een boer in het land, een paar kilometer verderop. Noem maar op. Ja. En dat vond ze vast als een huis. Ja. Het was niet weggewaaid, het was niet stuk, niks. En dat dankzij mijn vadertje een idee om met ankers vast te leggen in de grond. Met touwen, goed vastbinden alles. En dan met touwen, ja. Haak maar in de grond vast. Simpel. Het hoeft niet van hele grote scheepsankers te zijn, maar toch goede ankers. Sla dat in de grond. En er is nooit grond eroverheen. En, ja. Nou ja, maar dan moesten we met een tent moesten we dus verhuizen. Want we waren met het hele gezin. En ook ja, brommers stonden, we waren mee, et cetera. Dus ja, dan heb je meer woonruimte ook nodig. Dus we hadden een vierpersoons tourcaravan en een vierpersoons bungalow tent. En ja, ik sliep toen destijds nog bij mijn ouders in die caravan. En mijn broer en mijn schoonzus, die sliepen in die slaapkabine van die tent en de rest dat gewet als het ware als een vuurgebruik. Daar stonden brommers en fietsen in, et cetera. Maar in ieder geval, die tent moest verhuisd worden. Nou, dan lopen er een paar in die tent om die buizen zo stevig te houden. En dan loopt er eentje buiten de tent van,
En dan moet je linksaf, en dan moet je zo, en dan moet je zo. Om die tent niet af hoefde te halen. En toch konden verhuizen. Nou, dat was een heel komisch, grappig, leuk gezicht. Ja, we hebben daarom wel moeten lachen. Echt, was leuk. Maar ja, dat is verleden tijd. Dat hoeft tegenwoordig niet meer, want niemand wil meer een tent. Het is allemaal een heel zware caravan. En zelfs die keer nog in het water belanden, als je al op een camping staat bij het water. Ja, dus... maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En als jullie ook eens een keer zoiets leuks mee hebben gemaakt, nou, vertel het rustig hieronder. Ik wil het wel eens weten. Ja, kom maar op hoor, dat is leuk. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan en tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn thuis. Rijka en ik zijn even wezen wandelen. Maar ik kon geen grote blok doen, want er liep er nog een mee. Ook een viervoeter. Die andere, diezelfde kleur van Rijka. Ja, kan wel. Nou ja, dan ga je niet verder weg, want dat durf ik niet mee. Want je hebt ook met verkeer te maken, et cetera. Dat, nou ja, me dicht bij huis blijven, vind ik. En dan vind ik het goed. En daarbij, ja... Halverwege kreeg ik alweer last van mijn rug, dus ik denk dat komt wel goed uit ook dat je mee bent, want ik kom niet ver. Maar dat maakt het niet uit, ik ga lekker een bakje koffie maken, want daar ben ik wel weer aan toe eigenlijk. En Rijke heeft er hele bak mee gegeten hier, ja, van wat ze erin had. Dus die heeft het toppie gedaan, helemaal goed. Ik ben trots op dat ze hem eindelijk eens een keertje leeg heb gegeten. Want gisteren wou ze niet eten, eergisteren at ze slecht. Nou ja, gisteren, ik denk, nou jij lust brood, hè? Ik denk, weet je wat? Zoek jouw eten op een bolletje en die snij ik in stukjes en doe ik het terug in je pan. En toen heeft ze het helemaal opgegeten. Gewoon een bruin bolletje, dus bruin brood is dat. Nou, en dan dreigen eten. Ik had brokjes met... ja, het was een partij voor leven, weet ik veel. Dat had ik al door elkaar heen gemengd, maar moest het niet. Dan heb ik het helemaal mikmak. Hier heb ik eerst twee gedeeld. En toen inneergezet, moest het nog niet. Ik denk, ja, dat is ook brood. Dus een broodje klaar, opengemaakt. En wat er in de pannetje zat, erop gedaan, dicht gedaan, stukjes. Nee, en in de bak gedaan. Ze heeft het gisteravond opgegeten. Top! Maar nou heeft ze het zo opgegeten. Ja, ik had dus nog een restje staan. Heb ik weer in de pan gedaan. En ik heb daar even opnieuw een beetje vlees er doorheen gedaan. Dat het toch echt even lekker ruikt voor haar. En ze heeft het op. Goed zo! Begin niet alweer. Ja, maar ja, kijk, een baby, als die tandjes gaat wisselen, zijn ze ook niet in orde. En dan wil ze ook niet eten, niks. Nou, dat heeft zij dus ook. Ze is ook aan het wisselen. Ik heb al een aantal kietjes gevonden, die hebben jullie al gezien. Dus ja, hartstikke leuk. Ik heb nog nooit van een puppy kietjes of tandjes gevonden, want ik heb eerder een puppy gehad. Ja, die heet hetzelfde dan Lovely, haar zusje. Die Karen en Roderick hebben, die heette ook Beauty. Ja, dat was ook een prachtige mooie hond. En het was een dochter van mijn andere hond, Cindy. Ja, dat weet ik. En ik dacht, ja, die leeft al lang niet meer. Dat is jaren geleden, ja. Dus dat, ze zijn al wel te oud om nog te leven, weet je. Dus, maar ze legt nou voor pampers. Hé, hey, begin er lekker te hangen. Ja, hé. Hey. Klein hoopje. Nou, maar ik ben er wel blij mee, met een hele kleine hoopje, ja. En nog wat, Corrie die komt morgen. Ze was er zo vandaag, maar ze was ook, net als ik, niet in orde. En als ik morgen niet in orde ben, moest ik haar ook weer bellen om te zeggen van ik ben niet in orde. Nou, nee, dat doe ik niet. Nee, ik ben veel te blij dat ze weer komt, weet je.
Dus maar in ieder geval, ik moet ook, ik heb ook een telefoontje gehad vandaag van mijn, hoe heet ze? Ze heet ook Linda en ze werkt bij de dokterspraktijk voor mijn COPD moet ik weer naartoe. En voor die tijd moet ik nog bloed prikken en ze heeft mij wel datums doorgegeven en tijden, maar dat weet ik niet meer. Nee. Dus dan moet ik nog voor bellen. Het zou nog mogelijk zijn om dat te kunnen, maar ik kan je beter eerder op de dag doen, want het is bijna 5 uur. Roep tegen 5. Het is, 16:35. Nou, het zou misschien nog kunnen. Maar dan moet ik wel met jullie weer op gaan houden. Dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag. En voor straks smakelijk eten en later.